Jozef, voordat we naar de wedstrijd van vorige week gaan. Ruud Nijstad heeft getekend voor 3 jaar. Hoe belangrijk is dat voor de selectie? Hoe belangrijk? Nou ja, uiteindelijk allereerst is het natuurlijk belangrijk voor hem en voor de club. Hè. Dus wat is inhoud dat je een talent, dat je die kunt binden aan de club. En nu gaat het erom van hey, wat wordt het traject van hem. Weet je? Hij heeft al met ons meegetraind, ik heb ook al met hem gesproken. Het is een regionale jongen, dus wat dat betreft is het heel erg mooi dat ook regionale jongens bij de selectie komen. Of in dit geval die een contract tekenen, laat ik het zo zeggen. Niet bij de selectie, maar in ieder geval weer een contract tekenen. Dat is ook een bepaalde herkenbaarheid voor de regio zelf. Hè. Men kan zich identificeren met spelers van Twente. Dus wat dat betreft heel erg blij en nu is het aan hem om zich te ontwikkelen. Is dat als trainer ook leuk om dan met de jonge jongens aan de slag te gaan om ze in dat traject beter te maken? Ja, zeker. Uiteindelijk, kijk, als hoofdtrainer zit je het heel sec natuurlijk op het hier en nu en je moet presteren. Hoofdopleidingen en in dit geval ook Jeffrey de Visser van ons met de staf, die heeft natuurlijk een link met de jeugdafdeling. Die houdt zo'n plan in de peiling. Hoe kunnen we dat doen? Dus wat dat betreft is het natuurlijk dat wel heel erg mooi. We hebben daar mensen voor wie zijn ontwikkeling en bijhouden. En ook wij natuurlijk als staf proberen dat die zich goed kan ontwikkelen. Je zei het al, jij moet presteren. Dat is dit weekend wel gelukt. Een 3-0 overwinning. Het is vandaag Nationale Complimentendag. Kon jij je ploeg een compliment geven met de wedstrijd? Ja, zeker. Als ik zie, ik vind Go Ahead gewoon een goede ploeg. Het zit gewoon goed in elkaar met een mooie en een goede spelopvatting. En uiteindelijk dat je thuis, ik vond ons dominant in alles. Zowel aan de bal als zonder de bal. Dus we hebben de wedstrijd gedicteerd en uiteindelijk een goede uitslag neergezet. En alleen als trainer zijn streef je altijd naar een bepaalde perfectie. Dat de uitslag misschien gezien de wedstrijd had wat hoger moeten, misschien wel uit moeten vallen. Maar uiteindelijk 3-0 was ik dan wel heel erg blij mee. Maar met name de manier waarop. Een gerenommeerd voetbalplatform heeft een team van de week voor spelers onder 24. Daar stond Sam Steijn in. Hoe belangrijk is hij voor de ploeg, aangezien hij nog eigenlijk vrij jong is ook? Nou ja, hij speelt wekelijks, dus wat dat betreft is hij belangrijk voor het elftal. Maar met name natuurlijk met zijn wapen, dat hij heeft een hoog rendement ten aanzien van doelpunten te maken. Dus wat dat betreft is dat voor ons een hele belangrijke speler. Ook voor Sam, en dat geldt natuurlijk voor alle onze jonge spelers, daar zit potentie in. Hè? Daar zit groei in, daar zit ontwikkeling. En dat ik dan zie waar die vandaan komt, hè? Ook van de zomer al. Ook een belangrijke goal gemaakt bij in Hammarby, hè? Voor de Europa, dat is de Conference League. En als ik zie hoe hij zich ontwikkelt, dat is mooi om te zien. Alleen nogmaals, ook hij moet, net zoals mijn team, we moeten stappen maken. En dat doet hij. Zondag was hij belangrijk met 2 goals. Je ziet dat Kjöle, die daarachter staat, ook een dijk van een wedstrijd speelt. Die heeft zich dus ook goed herpakt van dat hij op de bank zat. Hoe belangrijk is het dat ze zo gedreven zijn en zich echt terug willen knokken terug in de selectie? Ja, hij staat op de bank, maar soms heeft het ook te maken met tegen wie we spelen. Kijk, we hebben een hele brede selectie. En nogmaals, we doen het met elkaar. Ook spelers die soms niet starten, dat zijn voor mij basisspelers die we dus kunnen gebruiken in een wedstrijd ten aanzien van je start met mensen en je eindigt met mensen. En voor Matthias was het zo dat hij, die speelt volgens mij ook zo'n beetje alle wedstrijden. En er zijn sommige wedstrijden waarin hij dus niet start, maar uiteindelijk wel eindigt. En nu mocht hij starten, maar die speelde een hele goede wedstrijd. Aankomend weekend, morgenavond 8 uur, spelen jullie tegen Vitesse. Ga jij dan nog iets veranderen in een selectie die eigenlijk best goed speelde, zoals je zelf zegt? Nou, dat is niet de insteek. De insteek is om, als je het zo goed hebt gedaan, om iets te veranderen. Maar, en nogmaals, dat kan soms wel eens een keer zo zijn, omdat wij denken dat wij met Pietje of Jantje beter kunnen gaan starten dan met de speler die vorige week is gaan starten. Maar op dit moment is dat niet het geval. Europa komt steeds dichterbij. Begin je dat ook wel te merken of is het gewoon een week net zoals iedere week in de competitie? Nou, ik had net met een collega van je erover dat uiteindelijk de laatste 2 maanden, hè, de teamwedstrijd voor het eind, van waar sta je? Ja, dan kun je dus naar iets toe werken.
En ik probeer me daar altijd een beetje in het midden te houden. Waarom? Het gaat om de manier van werken. En het gaat om de manier van hoe wij graag willen voetballen. En dat is voor mij, dat is mijn referentiekader. We willen graag wedstrijden winnen. Dat is één. Maar veel belangrijker is de manier waarop. De manier van hoe we willen verdedigen. De manier hoe we willen aanvallen. Dat is voor mij het belangrijkste. Want op het moment dat dat goed is, ja, dan kun je wedstrijden winnen. En dan kun je ook structureel wedstrijden winnen. Is iedereen fit voor de wedstrijd uit bij Vitesse in Arnhem? Nou, Karel niet. En dat geldt ook voor Lars, moeten we kijken. Die heeft even aangepast getraind, dus we moeten even kijken hoe dat gaat. En van de rest is iedereen fit. Succes, trainer. Dankjewel.